Xander Zeferina, ja, dit is helaas niet de seizoenstart die je van tevoren had gehoopt. Wat heeft dit met jullie gedaan als groep? Ik denk dat wij dit allemaal niet hadden verwacht, dat we zo zouden beginnen aan het seizoen. Maar ik denk dat ons focus nu weer ligt op vrijdag en dat we daar gewoon de 3 punten moeten gaan pakken. Ja, want wat hebben jullie dan tegen elkaar gezegd de afgelopen dagen op het trainingscomplex? Dat het gewoon allemaal beter moet, allemaal scherper. En dat we gewoon onze kansen moeten gaan afmaken nu. En dat we gewoon 3 punten moeten gaan pakken vrijdag. Ja, kansen afmaken. Jij bent een van de hoofdpersonen voorin. Al 2 basisplekken en je hebt rugnummer 7 dit seizoen. Ja, wat doet dat met jou? Ja, het geeft me een goed gevoel natuurlijk. Dat ik nu al 2 wedstrijden mag beginnen. En ja, ik hoop dat het gewoon een mooi seizoen mag gaan worden. Ja, want wat kunnen de supporters dit seizoen van jou verwachten? Goals, assisten, acties. Ja, gewoon belangrijk gaan zijn voor dit team. En dan mag je dat vrijdag ook weer gaan laten zien in Maastricht tegen MVV. Weet je de vorige editie nog? Ja, de laatste keer was een mooie wedstrijd. Het was een flinke uitslag ook volgens mij toen. Ik hoop dat we dat vrijdag weer kunnen laten zien. Ja, en je pakte natuurlijk de periodetitel. Weet je nog wat van het feestje achteraf? Ja, het was een leuk feestje achteraf, ja. Het is een periodetitel. Dus ja, ik heb er zin in. Ja, nu zit het natuurlijk in een heel andere positie. Het seizoen is net gestart. MVV heeft afgelopen maandag 3-1 gewonnen van NAC. Toch wel een taaie tegenstander lijkt me. Ja, ik denk dat ze het goed hebben gedaan tegen NAC. Maar ik denk dat we dit gewoon weer als team moeten gaan doen. We zijn deze week goed begonnen aan de training, tactisch ook. Zijn we elkaar beter gaan begrijpen. Dus ik denk wel dat het goed komt vrijdag. Hij zegt tactisch beter elkaar begrijpen. Wat bedoel je daar dan mee? Ik denk dat jullie het ook hebben gezien dat we nu tactisch anders staan. En ja, misschien moesten we daar nog aan wennen. Maar ik denk dat het nu beter gaat, ook op de trainingen. Dus vrijdag komt het goed.